Dat kan niet. Ik kan dat ze beat gewoon filmen. I could care less. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn al een tijdje wakker. Ik heb ondertussen... ik had nog een Nintendo Switch liggen. As some of you may know. En ik heb die vandaag te koop gezet. En hij was verkocht op 10 minuutjes ongeveer. Dus die persoon komt ze beet langs om die even op te halen. En die Jens liet hier ook nog lekker in bedjes. Hij was just giving. Geven. En ze beet gaan we koffie halen voor die Jens. Want die Jens heeft zijn dosis koffie blijkbaar nodig. Dat is zo'n heel krat dat hij koopt met allemaal koffietjes in. En dan drinkt hij. Mag je die zien? Ja, het is onkop, hè. Dus dat zijn deze koffietjes. Dat zijn van die koude koffies, hè. Ja. Latte macchiato. En ik heb ervan geproefd, maar ik ben geen koffiedrinker. Jens blijkbaar wel, dus. Goed. Even, mijn stem is een beetje weg. Van, ja, dat je ja gisteren met zo goed was. Weet je wat ik van de morgen wou doen? Ja, weer prutsen, eigenlijk gewoonlijk. Ja, nee. Ik wou echt zo... Maar echt een grote emmer water over u kappen om u wekker te maken. Gesche. Ja, echt waar. En ik dacht van, nee, ja, ik just weet... put new lockers. Ja, ik weet het. En ik was aan het denken van, ja, nee, dat gaat er misschien juist wat over. Ja, dat is Maar ja, eigenlijk wou ik nog wel iets anders doen, maar ik weet niet meer wat. Maar ik wou echt sowieso om je wekker te laten schrikken. Maar ja, toen ben jij wekker geworden, dan maak ik draaide. Dat is niet... Ja. Dat is ook Jens zijn leven, hè. De computer daar. en daar die gsm, ja. En normaal lig ik hier zo met een iPad nog, als ik... extra zaken moet opzoeken. Ja, druk. Ik wil dus even naar de winkel gaan, maar mijn broek steekt nog in de droogkast, dus ik heb nu eens zijn broek aan. De broek is wel een beetje te groot, maar goh, kijk. Het past, hè. Dus, en ik heb ook zijn t-shirt nog aan, dus ik kan echt als nog vlodder even naar de winkel. Allee, totaal nog niet klaargemaakt. Zie mij hierna zitten in die sweater van de Jens en dan die broek. Die Jens zelf ziet er ook heel charmant uit. Vol gaat. Allee, zie. Zie nou. Met slippings. Slippers. Dat snap ik dan niet. Ik vraag aan hem voor mee in de winkel te gaan en hij zegt nee. Maar ik mag dan wel op de vlog zitten voor al die honderden mensen dat dan zien. Ja, not like in real life where they look, hè. Snap je? Goh. Ik ga even draaien. Die man is trouwens juist die Switch komen ophalen. De Nintendo Switch. Dus die vroeg aan mij, die had nog andere dingen dat je verkoopt. Ik zei, ja, ik woon hier niet, dus ik heb hier niet echt iets liggen. Maar die wou precies helemaal naast kopen, dus voilà. Die wou hier al dingen van mij beginnen verkopen. Ja. Ja, die zegt zo, die gaan nog fietsen of nog spelletjes of zo of iets. Maar die zal dat waarschijnlijk zelf kopen en dan verkopen voor een betere prijs of zo. Ik weet het niet. Maar goed, die eens had blijkbaar niks niet meer te koop, dus... Ja, ik ben zuinig. Ik lig plat op bed, niet omdat ik ga slapen. Jens gaat bij mij mijn gezichtsmaskertje opdoen. Dus alles even vrijmaken. Van haren en vettigheid. Ja, vet krijg ik niet zomaar weg, dus dat blijft dan zitten. Maar Jens is even gaan pakken en dan ga jij mij mooier maken. Nee, lelijker. Oké. Okay. Ik weet niet of dat nog kan, want het is al erg. Oh, I'm touching your tet. But yeah, I'm gay, so... Was dat niet zo'n dingetje? Jongen, wat is dat? Je zei tegen mij dat een lapje was. No, it's like trekking, hè. Oh, dat is die pijnlijke vuile rotzak, ja, hè? No. Maar wel? Is dat die pijnlijke? No. Die ene van op de video's. Maar... Ja, maar dat stinkt. Hoe kan dat nou één geheel worden? Je ziet mijn hart er nog door. Gastje, dat is op mijn neus. Doe dat even normaal. Gastje, niet mijn ogen zo. No. I'm putting it all here. Ah, dat pikt in mijn oog, jongen. There's nothing in your eye. Maar nee, wacht. Nee, wacht. I'm gonna put it out. See, it's out of your eye. Dat stinkt, jongen. Oh my god, you ask for a masker, hè? I do it. Ja, ik dacht dat zo'n lapje was, serieus. Hoe lang moet dat zitten, die moet die aan brol? Een kwartier. Oh my god. Allee. Oh. Maar jongen, dat riekt gewoon naar haarverf. Hey, het maar op, ja. Yeah. Ga niet. Ja. Yeah. Nee, maak eens even serieus, ik ben niet aan het lachen. Nee, wacht. Jens, ik ben niet aan het lachen, even weg. Ik kan hem praten met Jesse.
It's dripping. Let me do it. Zit in mijn oog. Yeah, I'm doing it all of me. In mijn ander oog, jongen. Echt waar. Dat zit in mijn ander oog. Dat pikt, kan dat niet meer open doen. Wacht. Lieve Ah. Ja, put it out. Oh, dat pikt. Let me... Ja, is dat normaal dat dat zo pikt of niet? Ja, ja, dit doe hè. Want normaal zijn dat zo twee pakketjes aan elkaar en ik heb alleen gedaan. Jij zit samen. You like it? Nee, ik heb mijn ogen amper ogen op een oude gesje. What the fuck? En nu? Oh. En straks kunnen we dat zo eraf trekken. Ja. Oké, even wachten tot ze beter. We zijn hier aan het zien naar die nieuwe challenge waarin dat je dus zo... Je vinger zo moet draaien en dan kunnen we er zo doorzien. Maar dat is eigenlijk echt moeilijk. Maar ik denk dat je het hebt. Je ziet er niet uit. Ja. Denk dat, dus zo, en als je dan draait, moeten je vingers eigenlijk naar beneden doen. En dan zo. It's good, hè. Wacht. Je kunt er amper door zien bij je. Zo. Zie? Zie? It's a little weird. Hè? Maar zo is dat wel, hè. Zo. Yeah, it's good. I got it from my mama. Okay. Het is niet gemakkelijk in ieder geval. Jens, ik denk dat dat klaar is trouwens. Nee, het is nog wet. Dat begint echt zo te trekken, man, jongen. Serieus. Ja, dat is de bedoeling. Dat is hard aan het worden. Oké, mensen, het is klaar. Want als ik beweeg... Zie, dan komt dat hier gewoon los. Dus Jens gaat het eraf halen. Pas op voor mijn wenkbrauw daar, hè. Sommige mensen janken niet bij zoiets. Dat snap ik echt niet. Allee, jongens, die hangt helemaal in mijn haar. Ah, jongen, dat doet zeer, zo. Ja, een pukje niet gedaan. Ja, ik heb het toch gezegd niet in mijn haar doen, hè. Ziet is al haar. Au. Au, jongen. Serieus. Echt zwaar. Let me do it again. Ja, maar ja. Ah, jongen. Jongen, weet jij hoeveel zeer dat doet? Serieus. Moeilijk, hè, maskeken op iemand zijn gezicht smeren. Hé, hey, kalm, hè, madame. Ah, jongen, echt. Of ik zal een snijger trekken. Ah, jongen! Ja, jongen! Ah. Au, jongen! Echt zwaar! Kent toch niet? Look at your face, it's coming off! Ah, Jesse! Ja, maar ik probeer zo rustig te trekken, maar... Zie, trek niet eens. Ja, trek! Ah, wacht! Je zegt trek! Ja, trek! Ah! Trek! Ah, jongen, echt. Oké, ik ben half gemarteld, maar mijn huid is totaal niet zachter. Jawel. Manneke, dat is niet zachter. Allee. Het was zo lief. Nee, maar goed, het zou wel misschien wel iets zachter worden, sabiet nog. Gaan wij sabiet iets eten? Heb ik going out? Are you tractering? No. I knew you were gonna do that. ik zag u niet naar daar stappen. Dus ik dacht, I'm gonna close the door because she's gonna come. Pissings. Yes, needs to be. Het is verdacht goed weer eigenlijk. Ik dacht dat het erger ging zijn, maar het is topweer. Dus we kunnen een lekker terrasje gaan doen. Ook al is het best wel bewolkt eigenlijk. Maar goed. Yeah, we're going undercover. I'm putting my pet on. Ik is altijd paparazzi. Die eens lijkt meer hetero met zijn pet, vind ik. Echt? Ja. Yeah. It's good. Mensen gaan denken dat wij een relatie hebben. Again. Zie je, dit is ons gewoon plekje dat wij hier gevonden hebben, ze voor iets te eten.
Met zijn klaksje, hè? Ja, en nou hetero. Ja, je ziet er hetero uit. Ja, een koppel. Ja, we zijn geen koppel, nooit. Het kan nooit gebeuren in deze leven. Of misschien moeten we dat zo voor een week faken. Ik heb dat al niet eens gevraagd. Dan kunnen wij geen week faken dat we zo'n koppel zijn. Gewoon om mensen hun reacties te zien. Ik denk echt dat 80% van die mensen dat ook gewoon geloven. Maybe we should change like our relationship status on Facebook to in a couple. Yeah, maybe you should speak gewoon Dutch voor de mensen dat je niet wil spreken. Ah, ja, ja dat is zoiets onder ons. Wij praten meestal zo Engels tegen elkaar. Ja. Omdat ik zo'n goede vriend ben, heb ik besloten om weer al eens te trakteren. Maar ja, ik ben dan ook zo'n goede vriend. Weer al eens? Ja, voor de 1000ste keer. Ja, Jens trakteert zoveel, dat is niet normaal. Maar soms moet dat eens, hè? Ja, echte vrienden doen dat soms, hè. Die betalen elkaars eten. En Jens gaat vandaag mijn eten betalen. En we gaan vandaag een croque boom boom eten. Er is een croque monsieur met een eitje over, gelijk een croque madame. En dan met bolognese bij. Ja. Bolognese. Ching op een gezonde vriendschap. Gezond. Ching, ching. Ching, ching. Ching, ching. We zijn even aan plaats veranderd, omdat ik denk dat het gaat regenen. Dus een stapeltje daar. Het was gezellig aan het water, maar ik denk dat het gaat regenen. De regendruppeltjes beginnen te komen. Jens is echt altijd... Nee. I saw the hand, yesha. Altijd asociaal. Altijd. En jij dan? Je moet er eens op letten. Nee, serieus. In elke vlog zit jij op je gsm. Jij bent verslaafd, ik weet het. Maar ik kan er ook niet aan doen, hè. Je kunt daar wel iets aan doen. Gewoon laten liggen. Maar als zonder zwens in elke vlog, in een auto of waar dan ook, zit jij altijd op je gsm bezig. Altijd. Of dat ding. Ziet die vieze vingerplekken erop, omdat je dat heel omdat je gebruikt. Ziet dat, hè. Die hebben gewoon een hele winkelker mee. Ik denk dat ze het concept van winkelker niet goed snappen, maar goed. Elke keer als wij hier komen, pakken wij hetzelfde. Oh, dat is zo lekker. Dus een croque monsieurke, mijn eitje en een beetje bolognese. Maar jij vond die salade hier ook lekker voor een keer? Salade, oh ja, die, salade. Wat was dat nou weer? Was dat met die curry? Ja, dat was heel lekker aan mij. En dan een beetje salade en zo. Oh my god, it's gonna be good, good, good. Hier is het, dat vind ik erbij. De Jens heeft mijn haartjes gekruld. Dat is keilang gelegen. En ik doe normaal gezien nooit geen warmte meer op mijn haar, omdat dat heel mijn haar kapot maakt. Dus ik ga dat ook niet meer doen vanaf nu dan. Jens is even naar het toilet. Hij gaat met zijn eigen auto rijden, ik met de mijne. We gaan naar het shoppingcenter. En ja, we rijden apart omdat ik dan daarna ineens naar huis kan. Anders moet ik nog eens heel lang omrijden. Vanaf het shoppingcenter is dat voor mij minder lang rijden. Is dat maar een half uur of zo. En vanaf hier is dat... 3 kwartier of een uur, dus ja, een beetje rekening houden met, hè. Allee, ziet dan aan staan. Wat gaat dat doen? Even, als ik hier afrij, niet direct klaksoneren, hè. Hoe dat? Want ik moet even mijn Bluetooth instellen, maar dat moet altijd connecteren, dus snap je? Ah ja. So, I'll drive when it's connected. Bye. Wat zei die nou niet direct klaksoneren als ik je afvraag? Of heb ik dat nou verkeerd verstaan? Oké, we zijn er af aan het rijden. Hallo, stablief. Wat doet die allemaal? Is je zot of wat? Ik kan er tegen, jongens. Wat is dat voor iets, zeg? Wat is dat? Heel bekend tegen van een auto, hè, gesje? Ik had een achteruitkijkcamera. Ja, misschien moeten we er eens zien dan. Echt erover. Zo geen geduld hebben. Gewoon echt zo erover, over die bult en zo. Jongens. Ja, Jens gaat zijn eigen een ongeluk verschieten, hè. Kijk. Maar zit niet zo goed. Alsjeblieft, het is goed. Hij wist niet goed wat er gebeurde, maar zijn haar lag echt niet goed. Dus jong. Echte vrienden zijn er altijd, 24/7, waar dan ook. Vond je dat leuk als ik u kwam bezoeken op de straat?
prachtig. Ik was echt... Ik zag je zo met stappen, dus ik deel mijn uit al naar beneden, die muziek zachter. Ik wist, jij komt toch. Ja, mijn haar lag niet zo goed. Wel goed dat je dat zag. Ja, ik zag dat. Ja, vanachter. Ik zag je, maar dat stikte net precies. Zo hard. En ja, dan ben ik hier om alles weer beter te maken. Hallo mensen, ik wil deze kopen. Dat is zo een wireje voor in uw gsm te steken, voor als het warm is. Gaat dat erin, in de gsm? Ja, tuurlijk. Dat is toch gewoon iPhone? Ah nee, toch niet. Nee. Wat is dat? Denk Android, Samsung. Oh, maar nee, is er nog geen voor iPhone? Nee, you can buy this one. Ja, deze is voor op de computer. Ventilator USB, micro USB. Dat is dezelfde uitgang allemaal, zo. Zie? Ja. Ja, spijtig. Ik moet dat hebben. Dan moet ik een keer mijn gastje. Dat is zo grappig. Hoe cute is dat? Deze is een boekje voor mijn leven in te schrijven, omdat dat zo interessant is. En dit is dan Jens zijn boekje. Want zoveel interessant is er in uw leven. Oh my god. Like... Mooi, mooi. Vogue. Ja. Deze vind ik ook wel cool. Of zo de deze, dat je zo die handjes erop hebt. You have a crown. Hoe deed het nou weer? Ja, zo. Dat is zwaai als de koning. Koningin. What are you doing? Wat dat? Wat dat of niet? Ja, het is gewoon, hè. Ja, I'm gonna buy them. Echt? Ja. We hebben juist keiveel moeten wandelen in shopping. Allee, het is niet meer oké. Dus ja, we zitten altijd nog iets te drinken. Cha-ching, cha-ching, cha-ching. Wij gaan eens even zien in een, het is in een shoppingcentrum, maar er is hier blijkbaar nergens een dierenwinkel of zo. Want het is ondertussen al 20 na 7. Dus er gaat niks niet meer open zijn. Dus we gaan eens kijken in een De Lijs hier, of ze van die hondenharnasjes hebben. Want Gesje, die bijt haar harnasjes altijd kapot. Maar echt, ik heb er echt al 3 gehad. En die, ja, als hij die aanhoudt, terwijl het eigenlijk niet aan het wandelen is of zo, dan zit hij er om te bijten. En ja, voor ik het dan weet, is dat kapot. Dus wij gaan even kijken in een De Lijzen op de hoop dat ze daar misschien bij het voedsel van de dieren ook zo een harnasje hebben of zo. En ook eentje voor de eens. Ja, want ik heb dat nodig. Want... Ja. Dat kan niet. Ik zit hier op het toilet. Ik ging er juist een deur naast binnen. Ik kon dat zebiet gewoon filmen. I could care less. Scheid op de grond. Diarree. Daar. Wat trek je vanzelf deur? Ik ben nog niet geweest. Bruh. Ja, zoals dat je gezien, dat was gewoon degoutant. Er was al een deel weg al blijkbaar, maar goh, smakelijk was het niet. Spijt. We hebben geen harnasje gevonden. Nee, geen harnasje in De Lijs. Ik zal een maandag naar een dierenwinkel moeten. Zo, zij. Dat was me weer een shoppertje, hè? Onze wegen scheiden hier. Jezus met zijn eigen auto, ik met mijn eigen auto. En ik moet gaan babysitten op mijn nichtje vanavond. Dus daar ga ik ze bieden heen. En ja, Jenske die gaat naar... mijn huis. Naar huis, hè? Ja, en daar ga ik zitten. Dat was er echt wel over eigenlijk, deze stront. Dat vond ik echt even niet aangenaam. Maar ja, goh. Ik heb zelf ook goed gekekt, maar dat is wel in de pot. Dus dat is wel een verschil. Maar goh, zwart. Jens, was tof je nog eens gezien te hebben, jongen. Ja, tot volgend jaar. Tot nog eens. Ja, volgend jaar. Waarschijnlijk. Ik ben onderweg naar mijn nichtje. Ik ga daar dus baby zitten, zoals ik net al heb gezegd. Ik ga de vlog hier ook afsluiten. Ik ga nog rustige filmpjes zien, wat video's bewerken. Niks interessants voor jullie eigenlijk. En daar ga ik mijn bedje in kruipen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Zo ja, vergeet dan zeker niet te abonneren na de video. Op het cirkeltje klikken. Ook het belletje daarnaast, zodat je altijd opnieuw een nieuwe melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Doei!